Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. Vandaag de jongste gast die we hebben, hij is 15 jaar. Het is misschien wel een van de grootste talenten van Nederland. Tweemaal NDB, rankingkampioen bij de aspiranten. En nu dus ook meervoudig kampioen, JDC Tour toernooi winnaar. Pim van Bijnen, welkom. Leuk dat je er bent. Ja. Alles goed? Ja, rustig aan. Rustig aan, inderdaad. Dank je wel, dus... Ja, afgelopen weekend heb je JDC Tour gespeeld en dat waren dan toernooi 5 en 6, dus je hebt al twee weekenden daarvoor gespeeld. Is het weer lekker om gewoon weer competitief te darten, om weer wedstrijden te winnen? Voelt het weer leuk? Ja, tuurlijk. Je dacht eigenlijk om het toernooi te spelen en uiteindelijk ook te winnen. Mm-hmm. Dus dat het eindelijk weer mag is wel, wel fijn. Heb je het gemist? Of nou ja, eigenlijk, je hebt natuurlijk een hele tijd zonder darten door moeten brengen. Hoe heb je die tijd doorgebracht? Heb je misschien een beetje online gekeken? Of heb je jouw dartniveau op dit niveau gehouden? Ik heb eigenlijk vooral alleen heel veel getraind. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk bijna geen online gespeeld, want Ik weet niet, ik heb het daar gewoon niet mee. En eerst deed ik dat ook niet. Dus ik dacht, waarom moet ik nou wel online gaan spelen? Ja, precies. Gewoon heel veel getraind. En ja, zo heb ik mijn niveau een beetje hoog gehouden. En trainen, heb je bepaalde trainingsmaten dan? Of doe je dat echt in je eentje? Ja, ik train echt vooral in mijn eentje. Niet echt met andere mensen of zo. Mm-hmm. Nou, het heeft geholpen, want toen je de JDC Tour startte, haalde je de finale en het tweede toernooi won je het toernooi. Dit jaar is het wel opgedeeld, hè? Het is Foundation Tour, wat eigenlijk een soort open competitie is, en de Advanced Tour, wat met tourkaarten is eigenlijk, 32. Wat is eigenlijk de reden dat jij niet naar JDC Q School bent gegaan om gewoon zo'n tourkaart bij... dat van Tour te pakken? Mijn manager had gezegd van vanwege de corona en alles is het gewoon niet slim om nu te gaan, want je moet heel wat officieel ook in quarantaine moest je doen. En toen had ik eigenlijk besloten van dan ga ik niet en dan probeer ik hem gewoon te pakken bij de Advanced of bij de Foundation Tour. Ja. Uiteindelijk had ik wel gezien dat twee andere jeugdspelers in Nederland wel waren gegaan, dus daar baalde ik wel een klein beetje van. Als ik hem nou zo kan pakken, is het ook goed. Ja, precies. Hè. Afgelopen weekend mag je daar ook invallen op die Advanced, dus je hebt genoeg te darten. Misschien is het juist wel lekker, want je kan nu ook en Foundation Tour spelen en omdat je hoog gerankt staat, ook gewoon de dag daarna meteen Advanced Tour. Neem ons een beetje mee naar de JDC Tour. Je hebt natuurlijk veel ervaring op de NDB. Is het een beetje vergelijkbaar met het niveau op de NDB? Voor de ene kant wel, maar voor de andere kant ook weer niet. Misschien de Foundation Tour is wel vergelijkbaar met de NDB, maar de Advanced Tour weer iets minder. Ik denk dat je het meer kan vergelijken met dat de Advanced Tour meer de junioren is en de Foundation meer de aspiranten, zeg maar. Zo, er zitten wel heel veel goede spelers bij, maar ze kunnen net niet het niveau aan van de Advanced Tour, zeg maar. Nee, precies. Ja, en als je dan naar zo'n JDC weekend gaat, je bent al drie weekenden geweest. Hoe ga je daar naartoe? Heb je bepaalde, weet ik veel, ga je met je vader daar naartoe, met de auto? Er zijn ook nog twee andere Nederlanders actief, hè, Dylan van Lierop en Tinus van Tiel. Ga je daar nog mee om dat je samen met hun reist? Of hoe ga je ieder weekend naar Engeland toe? Nou ja, ik ga alleen met mijn vader. Ja. En dan gaan we met de shuttle, zeg maar, de trein. Ja, natuurlijk een hele hoop getest. En we moeten ook vanwege de Brexit moeten we ook heel veel papieren invullen en zo. We moeten ook met goede redenen komen. En ik ga ook alleen met mijn vader. Omdat we moeten ook een goede reden hebben om in Engeland te komen. En ik heb dan bijvoorbeeld ook een uitnodiging van de JDC gehad om naar Engeland toe te kunnen. Maar dat is een stuk makkelijker als je met tweeën bent. Dus bijvoorbeeld de speler en de begeleider. Dan
Met 4 mensen, dus. Oké, dus je hebt eigenlijk een soort speciale uitnodiging van de JDC, waar het allemaal net wat makkelijker wordt. Dat is fijn om te horen. En op zo'n JDC-tour, is het een beetje gezellig? Is het een beetje leuk om daar te zijn? Want je komt natuurlijk uit Nederland, je bent een beetje de andere gast tussen al die Engelse jongens. Is het een beetje gezellig daar? Ja, ik merk ook wel dat ik natuurlijk ook heel veel naar Dylan toe trek op de foundation toe. Ja. En dat fans er ook veel naar Tinus. Maar ik merk ook wel dat ik ook wel contact probeer te maken met andere Engelse jongens. Maar ook zeker niet met iedereen, gewoon met een paar en gewoon een klein groepje. En daar is het eigenlijk vooral. Nou, leuk. Laten we gaan naar de toernooien die je hebt gespeeld. 3 keer won je. Ook 3 keer achter elkaar, als je dan die 2 weekenden naast elkaar zet. Toernooi 2, 3 en 4 won je. Het eerste toernooi zat je in de finale. En het laatste weekend ging dan wat minder op de Foundation Tour. Als je zo kijkt naar tegen wie je allemaal hebt gespeeld op die Foundation Tour. Wie zou jij als grootste concurrent voor jouw eindtitel zeggen? Ja, ik denk momenteel Kane Smith, die staat nu ook tweede op de ranking. Mm-hmm. Dat is ook echt een hele goede speler. En die kan ook af en toe echt verrassend uit de hoek komen. Dus ik denk dat dat momenteel wel echt mijn grootste rivaal is. Maar ik heb er ook meer, net zoals bijvoorbeeld Dylan. Die kan ook... Die gooit niet altijd alle wedstrijden even goed. Maar die kan wel in één keer een hele goede wedstrijd gooien, waarvan je in één keer bijvoorbeeld echt aan de bak moet, zeg maar. Mm-hmm. Ja, en ook leuk voor Dylan inderdaad, dat hij gewoon ook finales haalt en in die top 4 volgens mij nu ook staat. Het laatste weekend heb je ook Advanced Tour gespeeld. Eigenlijk moet je die Foundation Tour ook een soort Challenge Tour zien natuurlijk. Dat je dan vervangers hebt van die Foundation Tour naar de Advanced Tour als er wat mensen missen. Het was al voor jou het eerste weekend dat je daar speelde. Terwijl bijvoorbeeld vorig weekend was Caden Smith ook op die Advanced Tour te vinden, waarom had je toen besloten om nog niet die Advanced Tour te spelen? Ging je gewoon al weg uit Engeland of zo? Nou, ik mocht in principe de eerste 2 weekenden mocht ik al meedoen. Ja. Het is gewoon heel moeilijk ook om 3 dagen te blijven. Want ja, ik had ook gisteren dan tegen jou verteld, want we wouden eigenlijk gisteren een interview doen. Mm-hmm. Alleen, ik zat nog in Engeland vast, omdat ik een uur te laat was bij de trein. Oh. En ja, daar kwam dus dat die Advanced Tour. Ja, oké. Dus dat is best wel lastig. Maar hoe was het op die Advanced Tour? Je haalde meteen de finale, verloor hem wel van Henry Coates. En ja, hoe vond je het om voor het eerst op die Advanced Tour te spelen met dus mannen als Leighton Bennett en Luke Littler? Echt jongens die gewoon dik in de 90 kunnen gooien. Hoe was het daar? Ja, in het begin, ik moet heel eerlijk, ik was wel een beetje gespannen. Mm-hmm. Op zich vond ik het ook wel weer leuk, want ja, normaal gesproken, ik sta nu op de Foundation Tour, ja, best wel dik voor ik op de nummer 2, dus de kans dat ik mijn tourkaart ga halen is best groot. Dus ja, het is wel fijn om gelijk wat ervaring op te doen in de Advanced Tour voor volgend jaar, zodat ik ook weet van, oh, zo spelen die jongens, zo hoog kunnen ze spelen en dan kan ik zelf ook daar naartoe gaan trainen. Mm-hmm. Verbaasde je het eigenlijk dat je op die eerste dag de finale haalde? Want qua gemiddelde speelde jij niet per se op jouw hoogste niveau, ook op die Advanced Tour. Dus verbaasde jou dat? Voor de ene kant wel, maar voor de andere kant, ik stond op zich best, naar mijn gevoel best lekker te gooien. Mm-hmm. Dus ook wel zo van, mocht ik af en toe een keer een kansje krijgen, ik pakte elk kansje dat ik kreeg. Dus ik had wel zo'n, voor de ene kant verbaasde ik me erover, maar voor de andere kant ook weer niet. Oké. Ja, over lekker spelen gesproken in de toernooi 3. Gooi je in de kwartfinale 112,73 gemiddeld. Wel over 3 legs natuurlijk, maar nog steeds een fenomenale prestatie natuurlijk. Waren dat de beste 3 legs die jij ooit in een wedstrijd hebt gespeeld? Voelde het zo lekker? Ja, ik denk in een officiële wedstrijd wel. Dat was echt... Ik hoefde maar
naar het vakje te kijken en het vloog erin. Ik stond zelf nog niet eens echt. Op een gegeven moment, ja, na de eerste leg, anderhalve leg, was het eigenlijk meer van. Ja, dit komt echt wel goed. Ik hoef niet meer echt alles te geven nou. En op een gegeven moment, de laatste leg, mis ik nog een 9-dachter. Ja, oh, dat nog, ja, natuurlijk, ja. Dus ja, ik weet niet, die wedstrijd was het gewoon, het viel gewoon. Maar ik merk ook wel dat, ik weet niet hoe het komt, maar op die baan speel ik altijd beter dan op andere banen. Maar ik mag nooit op die baan spelen. En welke baan is dat dan? Welk nummer? Dat is baan 5. Nee, baan 4, sorry. Baan 4. Baan 4, dat is de baan voor Pim van Beijnen, oké. Okay. Ja. Misschien dat je daarom niet op die baan meer mag spelen, anders is het te makkelijk voor je, of te makkelijk voor jou eigenlijk. Ja, ja, weet je. Nee, maar oké. Okay. En dan, ja, nu sta je dus dik eerste. Ik bedoel, als je gewoon zo doorgaat, win je vrij makkelijk die Foundation Tour titel. Eerste 4 krijgen zo'n tourkaart voor de Advance Tour voor volgend jaar. Volgens mij worden ze ook uitgenodigd voor het JDC-WK. Ja, wat zijn jouw doelen voor het rest van het jaar, ook buiten de JDC? Wat wil je nog met de darten bereiken? Ja, ik wil nu vooral gewoon heel veel ervaring op gaan doen. Want eind dit jaar word ik 16 en dan mag ik ook development tours mee gaan doen. Mm. En dan wil ik wel alvast, ja, ik weet dat het wel heel anders gaat zijn, maar toch wel een klein beetje ervaring al opdoen, bijvoorbeeld op de JDC Tour. Omdat, ja, ik heb wel het gevoel dat het daar wel er net zo serieus aan toe gaat als op de development tour bijvoorbeeld. Dus dat ik daar al wel de ervaring voor heb om te weten hoe het ongeveer een beetje gaat. Dankjewel Pim voor het leuke gesprek. En ja, ik wens je alle succes op de JDC Tour nog. Ja, dankjewel.